Goedemorgen en welkom bij Vlogmas 2015 op JByMyLife. Vandaag ga ik dus elke dag vloggen tot aan 31 december. En dat ga ik dan de volgende dag uploaden om 3 uur. Dus daar kunnen jullie naar uitkijken, elke dag een vlog in de winter. Of in de maand december. Ik sta nu eigenlijk op het punt om weg te gaan. Ik ga zo naar mijn stage. En dat heb ik vandaag tot 5 uur. Elke maandag is woensdag heb ik stage. En donderdag heb ik vrijdag heb ik school. Dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Mijn zwarte vest van Cool Cat. Mijn shirtje komt van de Forever 21. Mijn broek is van New Yorker. En mijn Adidasjes zijn van Superstar. Dus die heb ik gekocht bij Sneakers. Het is nu iets van 2 over 8. En ik moet de bus hebben om 10 over 8. Dus ik ga even mijn spullen bij elkaar pakken. En dan ga ik er lekker vandoor. Dus ja. Nou, ik ben dus thuis en ik was helemaal nat geregend, dus ik heb gelijk mijn comfy kleding aangetrokken. Oh, sorry. Ik heb gelijk dus mijn comfy kleding aangetrokken. Dit shirt komt van Forever 21. Ik heb mijn rooidondersbroek en mijn Primark slofjes. Wat ik nog helemaal was vergeten te vertellen vanochtend aan jullie is dat ik vanochtend dus beneden kwam. En mijn schoen daar ineens stond gevuld. Want Sinterklaas was lang geweest. En dit heb ik dus gekregen van Sinterklaas. 3 chocolade. Ja, chocolade Sinterklaasjes. En een zwarte piet. Dus dat ga ik dus lekker straks opeten. Ik ben van plan om vandaag een beetje films te gaan kijken en zo. En ik ga zo meteen skypen met Elijah. Die kwam ik net al tegen bij de bushalte, maar die heb ik niet gevlogd. Maar die zien jullie meteen al in de vlog. Dus yes. Guys, voor de mensen die nog niet wisten is dat ik 19 december een meeting ga doen in Den Haag. Bij Starbucks. Zoals jullie weten heb ik een Instagram. En nee. Nou, er staat bij. Ik heb dus een video geplaatst met zaterdag 19 december 2015 mijn eerste meeting. Den Haag Centraal bij Starbucks spreken we dan af om 12 uur. En de meeting duurt tot 3 uur. Ik ga die dag vloggen voor Vlogmas, dus je komt zeker in de vlog. Neem wel eten en drinken mee en geld, want natuurlijk gaan we even naar de stad. En ik heb er nu al super veel zin in. Zo echt, see you there. Nou, als je wil komen, laat even een berichtje achter hieronder de video dat je komt. Want dat zou ik super leuk vinden om jullie, kijkers, allemaal een gezellige dag ervan te maken. Er komen ook wat mensen, mijn vrienden komen dan ook uit die jullie heel vaak zien in de vlogs. Die komen waarschijnlijk ook. Dus zeker even een kijkje waar kun je ook gelijk op moeten. Gelijk even een praatje maken. Ik ga lekker skypen met Elisha. Zoals je kan zien ben ik aan het skypen met Elisha. En Elisha is aan het drinken. Heel fancy. Oh, ik weet niet of ze je horen. Wacht. Zeg nog een keer hoi. Hoi! Kijk, dit is Elijah. En ze heeft woensdag haar intakegesprek voor dansproblemen. Ja, echt superleuk. Voor Anna. Wat? Het heet Anna. Anna wie? Het heet die dansopleiding niet Anna. Oh. De dansopleiding heet Anna en zit in? Amsterdam rij. Amsterdam rij. Dus als je wil inschrijven voor opleiding, dan kom je Elijah tegen. Oh, en waarschijnlijk komt Elijah ook naar de meeting 19 december. Maar dat weet, je nog niet zeker. Nou, ik denk het wel. Yay! Oké, ik ga even verder skypen en dan tot het is ready. We eten vandaag bami. Of bami dingen. En kroeboek eet ze makkelijk. Lekker de vlog aan het editen van Vlogmas de eerste. En ik ben zo blij met mijn intro. Moet je horen. En ondertussen ben ik ook heel even op YouTube aan het kijken. Dit was trouwens een vlog van de 94 winkel waar ik toen naartoe was. Omdat ik iets voor een video die ik later wil uploaden, iets wil doen, wil gebruiken. Ik ga dus nu even vlogs kijken. Ik was net een video aan het kijken van Lotte Las Beauty. Die had zeg maar een soort van kerstunboxing. Dat vind ik echt leuk, want ik hou echt van de kerst. Dus dat ga ik heel even kijken. Ik zie ook dat Bethany weer een nieuwe video heeft geüpload. Dus dat ga ik ook zo kijken. Ik was... even kijken, welke was ik nou aan het kijken? Waar staat hij nou? Oh, hier. Ik ga even lekker deze video kijken. En dan daarna ga ik nog andere vlogs kijken en zo. En ja, ik heb er super veel zin in Vlogmas. En morgen komen ook alle video's van andere YouTubers online. Binnenkort ga ik ook een video opnemen over wat ik heb gekregen voor kerst. En voor Sinterklaas. Dat even terzijde. En dan ga ik even video's kijken. En dan ga ik heel even, nog even, weet ik veel wat doen. Geen idee wat ik hierna ga doen eigenlijk. Mijn bed even opruimen. Want dit vind ik echt niet netjes. Allemaal zooi ligt op mijn bed. Dus ik ga heel even nog de beelden die ik net heb opgenomen importeren. De beelden, of de vlog, of de video van Lotte Las Beauty kijken. En dan sluit ik zo meteen wel even de vlog af als ik ga slapen. Nou, ik heb dus net de thumbnail gemaakt voor de video. En dan maak ik altijd in PicMonkey. En ik vind dit wel leuk, want ze hebben nu Christmas effecten. En dit vind ik wel heel erg leuk. Niet te druk. Ik vind, dit vind ik ook wel heel erg leuk. En dan komt die oranje eromheen. En binnenkort komt er gewoon wel een foto. Maar ik vond dit wel heel erg leuk voor de eerste. Je kan bijvoorbeeld kiezen tussen gifts, weet je wel. Dan krijg je allemaal van die cadeautjes. En echt... seasons, weet je wel, van Merry Christmas en dat soort dingetjes. Dan kan je allemaal hier kiezen. Rendieren, stockings, ik weet niet wat dit is. Oh. Kan ik deze ook kiezen? Oh nee, daar moet je zo'n account voor hebben. Oké. Nee, ik heb geen account op dit. Maar ik vind dit wel heel erg schattig. Oh my god, dit is zo leuk. Kijk, je hebt hier ook een candy cane frame en een holiday frame. Kijk, en dan komt hij er zo uit te zien. Maar ik heb hem al opgeslagen. Dus daar ben ik echt blij mee. Ik ga nog heel even de video afkijken. En, want ik was een beetje aan het spelen met dit, zeg maar. Met de frames voor het leuke thumbnails. En toen ging ik kijken bij mijn... oh, dit is de vlog. Oké. Bij mijn... ik kan het niet meer vinden. Maar bij mijn oude vlogs. En de vlog van vandaag. Die ik verleden jaar heb opgenomen. Die duurt 5 minuten. En nu duurt de vlog 6 minuten. En dan komt dit. Dit is het enige shot. Qua eten in de vlog. En ik ben nog steeds blij met mijn mooie intro. Dus, yes. Oké. Ik ga denk ik lekker slapen, want ik ben best wel moe. Het is nu 10 uur. En morgen moet ik om 7:30 weer uit. Dan ga ik weer naar stage. Kom ik thuis. Dus ja. Dank jullie wel voor het kijken naar deze allereerste Vlogmas. Ik hoop echt dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En dit is heel raar om te zeggen, maar ik zie jullie morgen weer. Tot morgen. Doei doei.